Ik sta op punt om eventjes naar mijn zus toe te lopen. Die appte me of ik iets had voor haar mond. Ze hebben allemaal zweertjes in de mond, omdat zij een soort van tandenknars. Dus ik ga haar weegbreed tinctuur brengen en blaadjes Sali. Dus dan kan ze 3 keer per dag spoelen met de weegbreed tinctuur. En kan ze ook nog eens een keertje de hele dag door met Sali spoelen. Daar maak je een hele sterke thee van met salieblaadjes. En dan kan je gewoon de hele dag kan je dat spoelen. Dus dat ga ik eventjes brengen. Flinke bos Sali staan. Dus pak ik wat blaadjes voor de. En dan maken we sterke thee van. En dan kan ze de hele dag spoelen. Ze heeft heel erg last van de mond. Ongeveer een handvol. Dus dat ga ik even omspoelen. Ik moet hem heel klein snijden. En dan gekookt water eroverheen. Goed laten trekken een aantal, twee uur zo. En dan 7. En dan kan ze gaan spoelen. We hebben een boodschappenlijstje gemaakt voor Aad. Die gaat even een paar boodschapjes doen. Ik ga lekker afwassen en stofzuigen en de boel hier doen. En dan ga ik me wassen en aankleden. Want vanmiddag gaan we even naar Oostvoorne. Dus dat gaan we doen. Maar eerst even lekker ontbijten. En dan ga ik even lekker aan de gang hier zo. Dan wassen en aankleden en zorgen dat ik klaar ben om naar Oostvoorne te gaan. We zijn klaar om naar Oostvoorne te gaan. Onverwachts gaat mijn zusje mee, dus dat is gezellig. Even de honden water geven en wat brokjes. En dan kunnen we gaan. Wat is dat, Thijs? Ah, lekker hoor. Lekker ijsje, hè? Ja. Wij hebben citroensmaak. En jij, Aad? Ja, zeg jij het mij. Ik kan het mooi zeggen. Chocola. En macchiato. Lekker hoor. Ja, aan de andere kant dat je hem alleen maar warm maakt. Zo. Klein matje.
En waar wij voor wilden, die stonden er niet. We komen net weer binnen stappen. We hebben nog een paar boodschapjes gehaald bij de Action. En Aad is nu even bezig om wat gaas te, bij de kippenhok. Ik zal ze wel even laten zien. En bij de aardbeien en de besjes. Dan doet hij dat net eigenlijk eroverheen. Nou, we gaan zo lekker wat eten, wat snacken. Patat met wat vegetarische hapjes. En het is prachtig mooi weer nog, dus wij gaan lekker buiten eten. Tot zover weer. Kijk. Dat is dit net. Met bamboe. Dan gaat hij dat spannen. De vogels. Dat kan vast spelen. Even wat anders aangetrokken. Oeh, ik had het echt warm. Zo, dan ga ik nu eventjes wachten op Aad en dan gaan we eten. Dan ga ik alvast beginnen met een video editen. Ja, daar kan ik alvast mee gaan beginnen. Dus dat ga ik lekker doen met een kopje thee. Het is bijna klaar. Vogels zullen vreemd op kijken, Aad. Hè? Nee, niet. Nou, ik ben benieuwd of dit voldoende is. We gaan het beleven. Zo, we hebben lekker gegeten. Aad is het... kippenhok aan het afmaken met het net. En ik zit hier wel lekker in de tuin. Het is nog heerlijk weer. Dus daar hou ik het nog wel eventjes vol. Ik sluit de vlog af. Dank u wel voor het kijken. En tot de volgende keer.